We zijn vandaag in jeugdwelzijnswerking Eldehouden, Winterslag. Het is een jeugdwerking gericht op kansarme jongeren tussen 3 en 25 jaar. Opgesplitst in een kinderwerking, een tienerwerking en een jongerenwerking, naast enkele projectwerkingen. Een ervan is WTS-TV, om je filmpjes te maken in de wijk. Een ander project is het project dat ik organiseer met de steun van het project Hart voor Limburg. Daarvoor hebben we 7500 euro gekregen. De bedoeling is om met een aantal jongeren een fluif op te starten en via de methodiek ervaringsgericht leren willen we de jongeren een aantal nieuwe competenties aanleren. Vandaag hebben wij een DJ-workshop georganiseerd zodat de jongeren een beetje kunnen leren draaien, zodat ze op een fluif zelf ook wel muziek kunnen komen draaien. Vandaag hebben we zo'n workshop over DJ's, scratchen, beat veranderen en zo van die zaken. En ik wil zeggen tegen al de kijkers dat dat gewoon af is. Dat is gewoon bom. Iedereen moet dat kunnen. We hebben vandaag leren scratchen en zo draaien. Voor mij lijkt dat wel makkelijk, maar voor die anderen misschien moeilijker. Maar voor mij is het makkelijk. Ik vind het heel fijn dat ik daar mag draaien. Ik voel me daar dan heel fier op. Dat heb je bijvoorbeeld een beat. Dus ik denk, tempo van die beat is gewoon 2, 3, 4, 3, 2, 3. Je moet je eigenlijk voelen in de muziek. Je moet eigenlijk de feeling hebben. Als je dat niet hebt, hè, als je niet kunt dansen of geen ritme hebt voor muziek, hè, raad ik je daar gewoon af om daarmee te beginnen. Deze workshop is eigenlijk gedaan omdat we binnenkort een vijfje hebben hier in Winterslag om het jaar af te sluiten hier in het jeugdhuis. Ik ben die twee DJ's dankbaar, die hebben me vandaag wat bijgeleerd. Misschien komen ze ook draaien, ik kan misschien bijstaan en zo.